Hilde en ik zitten op een bankje in Gent. In het zonneke. In het zonneke, heerlijk. Waar dat de film Mijn vader is een saucis is opgenomen. En daar gaan we nu even over babbelen. Hè? Mm-hmm. Welke rol speelt jij in de film? Ik ben gelukkig niet de vader, maar de moeder. Ja. Ja. Maar die mama is een hele straffe, zakelijke, ambitieuze zakenmadam, hè, die praline maakt. Maar... Die heb ik ook mee voor u. Maar ik ga u die zelf laten pakken. Ah ja. Ja. Oké, dank u. Graag gedaan. Zalig. Oh, mag ik daar eentje van eten? Ja, tuurlijk. Ze zijn vegan. Zijn ze vegan? Ja. Oh, fantastisch. Hoe lief is dat? Dan zeker. Die mama die maakt pralines in China, die is de helft van de tijd niet thuis. Die ziet haar kinderen niet opgroeien en die is alleen maar met praline bezig, zoals ik nu. Dat is echt zo uit het leven gegrepen. Alleen maar met praline bezig. Niks anders. Die kinderen niet zien opgroeien. Nee, maar die papa is dan zodanig... die is even het noorden kwijt. Ja. Die heeft ineens zoiets van... Midlife. Ja, toch wel stevig. Die wil ineens een mega carrière switch maken. Die wil terug naar de passie van vroeger en het zotte zijn gat. Want die werkte in de bank, heel voel. En die moeder snapt dat niet. Die zegt zoiets van, gast, kom. Omdat huis zij af wel te betalen. Heel gefocust is. En... Ja. Maar ik ga je even onderbreken. Allee, nu moet jij even iets vragen, want ik ga eerst eten. Ja, eigenlijk als je de film ziet, ga je dat natuurlijk beter begrijpen. Maar de rollenpatronen, of de traditionele rollenpatronen, worden daar een beetje doorbroken. Hè? Mm-hmm. Want jij zit dan, of je personage is dan echt een hard... Hoe zeg je het? Ik vind het schone aan deze film vooral dat dat eigenlijk heel dat gezin op losse schroeven komt te staan. Ja. Doordat je vader, want die was ook in de bank met zijn cijfertjes bezig, maar ineens even... Een kleine kortsluiting, ja. Waardoor dat hij zelf ook zoiets heeft van, wacht, waar is de passie in mijn bestaan, waar ben ik mee bezig? Het leven is niet alleen werken. Ik zie mijn kinderen bijna niet, ik zie mijn vrouw bijna niet, wat is deze nu? Mm-hmm. En heel dat gezin krijgt dan dat nieuws van die vader die volledig het over een ander boeg wilt gooien. En ja, iedereen moet zich aanpassen daaraan. En dat gaat niet zo vanzelf bij iedereen tegelijk. Dat is heel schoon om te zien hoe dat die vader met zijn jongste dochter een enorme klik heeft. Hoe dat die eigenlijk zelf bijna mentaal dezelfde leeftijd hebben. Op bepaalde scènes in die film. Dat is keimooi om te zien. En hoe dat dan uiteindelijk wel, dat mag ik wel zeggen, denk ik, alles goed komt. Ah ja, het is een feel-good movie. Ah ja, hè? Vandaar. Het is echt zo'n gezinsfilm om zo met je kinderen en met je vent, in mijn geval dan, gezellig te gaan kijken in de cinema na zo'n lange tijd. Niet naar de cinema kunnen gaan. Eindelijk. Mogen eindelijk terug met een pot popcorn schransen in de cinema. Hoe heerlijk is dat? En dan moet dat wel een feel-good zijn. Ja. Hè? Dan moet dat niet een einde van de wereld, dystopian movie... Nee, gewoon zo terug, oké, waar gaat het leven echt om? Even die kern en die onvoorwaardelijke liefde van dat gezin, dat dan even deze meemaakt, maar dan terug... Samenkomt. Ja. Als een pralinetje eigenlijk, hè? Als een pralin, oké. Just go with it, als je denkt. Ja, als een pralin, helemaal als een pralin. Over de regisseur, filmmaker, Anouk. Anoukskin. Het is ongelooflijk straf. Ik vind dat een hele fijne madame en een hele warme, goede, groothartige vrouw. En we hebben heel veel gebabbeld, ook nog voor het draaien. Echt heel lang over heel dat verhaal gebabbeld, over hoe dat we dat gaan aanpakken. Over de emotionele en inhoudelijke kant van die film, want dat is eigenlijk niet zo'n gigantisch verhaal, maar het moet juist zijn. Ja, weet je, zij kwam af en toe zelf al, was de druk puur technisch op de set van, ja, we moeten voortdoen en licht, blablabla, kwam zij af en toe zo van, ja, maar wacht, want hier voelt ze zich wel echt dat en dat en dat en daarom en daarom en daarom. En zo nog even recapituleren over alles waar we over te babbelen hebben en dat we echt geleveld waren en dan zo, oké. Dus nu heeft ze dat nog niet door. All right. Ja, dat zit er precies zelf in ook. Yeah. Altijd goed, hè. De film is gedraaid voor corona. Voor corona, ah. Ja, ja. Ja. Want draaien tijdens corona, dat was niet zo eenvoudig. Want je hebt wel projecten gedaan tijdens corona. Ja. Ja, dat is dankbaar op blote knietjes. Ja. We hebben kunnen blijven werken en draaien, maar ja, wel moeilijk. Hè? Iedereen is een stuk stom en doof en blind, omdat je de helft van het gezicht niet ziet. Gewoon. Welke projecten heb je er nog aankomen? Goh, wel
ook iets fijn. Nog een filmpje aan de zee. Oh, aan de zee. Ja. Niet toevallig in Oostende. Absoluut wel. Echt? Ah, ja. Of moet je nog niet zeggen? Ik weet eigenlijk niet of ik al veel mag vertellen. Als de film dan uitkomt, dan zullen we terug... Ah, wel, dan spreken we in deze en dan breng ik iets lekker mee. Dan breng ik iets lekker mee in Oostende. Kaaskroketjes vind ik lekker. Kaaskroketjes? Vegan kaaskroketjes kan het dan zijn. Oh. Die zijn niet lekker. Nee, die zijn niet lekker. We zien wel. We zien wel, iets toast lekkers. Toast hummus. Yummy. Yummy. Weet je wat? Fuck it. Ja, hè? Ja. Kom joh, eet er eentje. Drie doen? 1, 2, 3. Heb je het al gedaan dan? Of 1, 2, 3.